heb namelijk dit gedeelte heb ik heel erg kort in de krultang gehouden. Maar ook dit gedeelte. En ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik zit aan tafel met een lekker ontbijtje. Milan heeft net twee keizerbroodjes in de oven gedaan, dus die gaan we lekker opeten. Samen met wat fruit, wat vitamine, een glaasje water en wat sizzle voor op het broodje. Ik neem dit, abrikozenjam. Ik vind het echt heel lekker. Met boter. Ik moet nog zo'n boterfloat kopen. Maar de V&D is dicht en daar verkocht ze wat blond Amsterdam. Wat moet ik nou? En vanmiddag gaan wij naar Assen toe. Dan gaan we naar de ouders van Milan. En daar heb ik super veel zin in. Dus dat is een beetje wat we gaan doen vandaag. Maar we gaan eerst heel even lekker ontbijten. En daarna ga ik me aankleden en opmaken. Ik krijg trouwens heel veel de vraag over mijn telefoonhoesje. En het klopt. Ik heb inderdaad een foto van mijn zus als hoesje om mijn telefoon heen. Mijn moeder heeft deze ooit laten maken toen ze op vakantie waren in Turkije. En deze stond gewoon in de kast. Maar mijn moeder heeft een iPhone 6 en ik had een iPhone 5. Dus ze heeft hem aan mij gegeven omdat ze dan zoiets had van... Goh, ja, dan wordt hij toch nog gebruikt. Verder heb ik gisteren ben ik naar de garage geweest. En heb ik echt super veel mooie foto's teruggevonden. Waaronder deze van mijn zus en mijn zwager dus, Siebe. En deze foto vind ik zo ontzettend mooi. Ik vind het echt een hele mooie foto van hun samen. En bijvoorbeeld deze, toen gingen ze trouwen. Ook echt een mega mooie foto. Deze vind ik ook heel schattig van mij en mijn zus. Toen had ik nog heel donker haar, hier zag ik er heel anders uit dan nu. En dit is helemaal erg. Kijk hoe ik eruit zag. Maar kijk hoe mooi mijn zusje was. Echt, wauw. En deze bijvoorbeeld, toen waren we in Disney. Toen was het al bekend dat ze terminaal ziek was. En toen gingen we naar Disney toe en toen hebben we deze foto gemaakt samen. Die vind ik ook heel mooi. En dit blijf ik ook altijd een bijzondere foto vinden, dus tijdens Kerstmis. Ook al van een behoorlijk aantal jaren terug. Deze, toen waren we naar de Intratuin. We gingen altijd naar de Ladies Night in de Intratuin. En deze foto vind ik ook heel mooi. En dan te bedenken dat ik dus nog veel en veel meer foto's moet hebben. En ik word van het kijken van deze foto's, word ik eigenlijk heel blij en heel verdrietig tegelijkertijd. Maar ja, ik ga gewoon even kijken of ik wat mooie lijstjes kan scoren. En misschien kan ik wel... iets gaafs doen met deze foto's. Oh, mijn puistje trekt wel wat meer weg. Hij is nog wel rood, maar goed, dat kan ik nog wegwerken. Ik ben nu nog heel veel wat video's aan het kijken. En ik ga over ongeveer 3 kwartier ga ik iets aan mezelf gaan doen. Over ongeveer 3 kwartier ga ik iets aan mezelf doen. En dan ga ik me klaarmaken om naar Assen toe te kunnen vertrekken. Samen met Pips en Milan. Oké, ik heb mijn haar vandaag iets anders gekruld dan normaal. Ik heb namelijk dit gedeelte heb ik heel erg kort in de krultang gehouden. Maar ook dit gedeelte. En ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Dus nou ja, ik heb mijn haar gekruld. Ik heb me opgemaakt. Ik heb me aangekleed. En dit is wat ik aan heb vandaag. Ik draag allereerst weer deze twee kettingjes. Deze van de Primark en deze van Beautiful Bijou. Dan heb ik een topje aan. Die is van MostWanted.nl. Deze broek is ook van MostWanted.nl. En high-waisted jeans. Dit vest komt volgens mij van Boohoo. En dan heb ik mijn Timberlands erbij aan. Om een beetje het zwarte af te breken. Of te... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik heb vandaag geen lipstift op. Dat vond ik eigenlijk wel een keer leuk. En ik neem het wel mee. En ik neem ook mijn krultang mee. Voor het geval dat, dat ik het toch nog wel wil. Maar ik vind het zo wel goed voor vandaag. Dus, ik ga mijn tas inpakken. En dan gaan we zometeen op naar Assen. En Milan is ondertussen mijn hele auto aan het vol stampen met alle toeren wat we mee moeten nemen. Onder andere onze oude televisie en tassen met kleding. En nou, ik weet niet hoe mijn Fiat er zometeen uitziet, maar waarschijnlijk redelijk vol. Maar goed, geeft niks. Ik ga nog heel even lekker een kopje thee drinken, want die heb ik gezet. En dan kunnen we ongeveer over een kwartiertje, 20 minuten gaan. Alright, de spullen zijn gepakt, jas aantrekken en op richting Assen. Milan heeft net weer een berg naar de auto gesleept, dus ik ben benieuwd in hoeverre alles nog in de auto past. Let's go. Zo, wij zitten alweer een tijdje in de auto en het is maar een partijtje druk en chaotisch op de weg vandaag, jongens. Daar zeg je u tegen. Het is echt heel insane. Dan merk je weer dat ik een tijdje heb uitgekozen om weg te gaan, dat het weer super druk is. Want het is echt helemaal kut. Mensen remmen voor alles, we reden 80 om een weg waar je 130 mag. Maar ook gewoon mensen zijn gestrest en ik merk het nou aan mezelf ook waar, maar ik ben sowieso... afgelopen tijd gewoon echt een kort lontje. Daar durf ik ook wel vooruit te komen. Maar de mensen hier ook. Dus dat is allemaal heel gezellig. Het is maar goed dat we elkaar allemaal niet kunnen horen in de auto. Maar goed, wij zijn onderweg naar Assen toe en daar heb ik wel heel veel zin in. Pips ligt te slapen, Milan zit naast me, die zie je net niet. Hallo. Hoi. Hallo.
Oké, we zijn op het tankstation en ik moet echt mega nodig plassen. Dus dat ga ik even snel doen. Heel even een broodje halen. Ik heb even getankt. En dan gaan we daarna weer door. Even kijken, een broodje. Of iets, zijn we hier geen broodjes? Oh jawel. Maar ik ga eerst plassen. Zo, ik heb een plasje gekleed en een panini met hamkaas en een stukje kaas. Gewoon in zijn geheel. En ik denk, nou ja, laat maar. Ik dacht misschien nog een zakje snoepjes of zo. Ik ga toch wel snel kijken. Milan moet toch nog afrekenen. Het is altijd lekker om in de auto te hebben. En ondertussen loop ik met Pips. Die net heel stoer een plasje heeft gedaan. Knappe city. Wij zijn gearriveerd in Assen. En Milan is heel samen met zijn ouders spullen uit de auto aan het halen. Want hij had zoveel meegenomen. Maar ik blijf heel even hier, omdat anders is Pip alleen. We gaan gewoon even lekker chillen. En ik ben wel super moe van die autorit trouwens. Anderhalf uur. Nou, we hebben er toch zeker wel al 3 kwartier langer over gedaan. Met al dat gedoe. Maar goed. Geeft helemaal niks. We gaan er een leuke dag van maken. En ik heb er heel veel zin in. Dus ik wacht gewoon nu op hun. Het sneeuwt echt zo hard. Wow. En Milan moet de deur open. Nou gaat hij de deur niet uit. En mijn hele camera wordt nat. Met care. Holy moly. Het sneeuwt echt super hard. Oh, snel naar binnen.